Nou, dit is dan het begin van de grote festiviteiten. Er gaat hier een hoop gebeuren. Vanmiddag hier kraak en smaak. Norfolk terrein. Ik ben benieuwd. Ik heb nog niet ontbeten, dus ik hoop dat er een ontbijtje is. Het is precies zoals ik dacht. Lekker ontbijtje. Iedereen is al aanwezig. Het ziet er erg goed uit. Ongelooflijk hoor. Ja, dames en heren, van harte welkom hier. Ik vind het ongelooflijk leuk dat we hier met elkaar zijn. Want het is echt het markeren van het nieuw begin van Scheveningen Havens. Natuurlijk is Scheveningen Havens een haven met een gigantische historie. Met visserij en Norfolk was daar integraal onderdeel van. Vele, vele jaren op deze plek. Maar op een gegeven moment, ja, de haven groeide niet zo snel als Norfolk groeide. En hebben ze een andere keuze gemaakt. Dat heeft veel nadelen, maar het geeft ook een kans. En als je, zoals we net aankwamen vliegen vanuit de lucht, dat Norfolk-trein zag liggen, dan zie je ook heel goed wat voor kans dat is. Want we hebben natuurlijk een prachtige haven, met een hele actieve visserij, met heel veel toeristische activiteiten. En dan ligt er zo'n groot, leeg terrein naast. En dat grote, lege terrein, dat gaan we de komende tijd met elkaar invullen. Met heel veel restaurants, met kroegjes, met cafeetjes, met plekken waar je graag wil zijn, met een schitterend wandelgebied, zodat je om de haven heen kunt wandelen. Je geniet ook van de plekken waar je kunt zitten, je geniet van de architectuur, je geniet ook van die fantastische brug die over de haven gaat en die zo hoog is, dat de boten er allemaal nog onderdoor kunnen en jij er overheen kunt lopen. Dus je kijkt zo van boven op die boten neer. Je gaat er overheen wandelen of fietsen, wat jij wil. En dan loop je via die schitterende, vernieuwde boulevard die er dan tegen die tijd ligt. Die boulevard die we toch moeten doen vanwege het feit dat die zeespiegel omhoog gaat. En het dus een stukje veiliger moet worden. En die boulevard die we nu in één keer zo inrichten dat die enorme hoeveelheid auto's die geparkeerd staan, daar niet meer geparkeerd worden in zo'n grote aantallen, maar veel minder. Een heel groot deel gaat daarvan naar parkeergarages. Deel op het Norfolk-terrein of zo op het Noordelijk Havenhoofd. Een deel gaat in parkeerbakken, zodat er veel meer ruimte komt om te zijn, te wandelen, te kijken, te recreëren, te spelen, ook te sporten. We gaan wel naar Spendet en Kraak nog smaak kijken, maar dat is weer wat anders. Dus kortom, gewoon lekker feesten, swingen, bezig zijn vandaag. Dynamisch, drive, de spirit zit er gelijk in. Dat is wat Scheveningen Havens in de toekomst ook zal zijn. En dat is dus waar we vandaag extra ook mee. Extra evenemententerrein, een soort Malieveld
op Scheveningen. En ik zie ook heel veel evenementenorganisatoren staan. Dus ik hoop dat u met heel veel initiatieven zal komen om ervoor te zorgen dat er nog meer activiteiten, nog meer evenementen in Den Haag zullen worden georganiseerd. Dat is natuurlijk ten eerste leuk voor de Hagenaar, maar het is zeker ook leuk voor iedereen die Den Haag wil bezoeken en inmiddels van heinde en ver hier naartoe komt, omdat wij zo'n mooie stad hebben. En een van de unieke selling points, zoals dat dan heet, USP's, is dat wij liggen aan zee. Wij hebben het strand. Dus waar kan je nou mooier een evenement hebben dan hier? U weet misschien dat dit jaar hadden we 5 prijzen. Toen het ging over bij het uitreiken van de nationale evenementenprijzen. We haalden de 3e prijs als het ging om evenementenstad. Ik hoop dat we van dit terrein zo'n invulling zullen geven. Dat één ding helder is. Dat we volgend jaar en de jaren daarna, in ieder geval zo lang als dat het Norfolkterrein evenemententerrein is, de evenementenstad van Nederland zijn. Gewoon op 1 staan. Kunnen we ook ophouden met die competitie. Want over een paar jaar zal iedereen zeggen, het wordt wat saai. Den Haag staat de hele tijd op 1. Ik wens u in ieder geval heel veel plezier vandaag. Dank u wel. Marnix, wil jij ook nog heel even op het podium komen? Want Driesje van der Weg van Trend Forward Events & More, die dit vandaag ook helpt organiseren, die heeft iets voor jullie. Een speciale Norfolk trofee. Door Sjaak van den Berg, dat is een van de Norfolk terreinbewoners of gebruikers moet ik zeggen. Sjaak, als het goed is, ben jij hier? Ah, daar. Hand gaat omhoog. Hij is heel bescheiden, maar het is hartstikke mooi. Dit had het symbool van Norfolk ook kunnen zijn, dus het is echt een schot in de roos. Nou, dan moeten we weer met z'n allen naar buiten, weer achter de wethouders aan. En dan komt de officiële openingshandeling. Ik ben benieuwd. Nou, dan hebben ze in containers zijn kleine tentoonstellingjes georganiseerd. Zoals hier. En kunst natuurlijk. Leuk hoor, zo'n winkel. Leuk hè? Ja. Hoe? It's Janneke. It's Janneke? Ja. Oh, en waar komt dat vandaan? Het komt voort uit het feit dat ik allemaal dingen maakte. En vriendinnen en bekenden zeiden altijd, nou dat is typisch Janneke wat je maakt. Die dacht van ja, it's Janneke. Dus alle dingen die ik maak, plak ik dat label op. Oh, wat leuk. Ja. Dus het is niet alleen mode, maar het is ook foto's. Ja, mijn vriend Jeff, die is fotograaf. Ja? Die maakt dus foto's. Ja? Vanmiddag komt er een model en die trekt alle customized kleding aan. En Jeff gaat fotograferen. Wat leuk, hè? Ja. En dan neem ik weer voorlopig afscheid. Tot straks in maart.